kijken. Wat moet ik doen? Holy fuck, wat moet ik doen? Alles gaat dood. Ik kan maar beter zelf op plannen. Wat? Hallo mensen, mijn naam is de Bad Luigi en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Tomb Raider. We gaan lekker verder. De vorige aflevering stopte ik ergens hier beneden bij een kampvuur. En opeens toen ik de game startte was ik hier. Ja, het hele save point gedoe van deze game is niet de allerbeste. Maar hey, we gaan gewoon lekker verder. Even kijken wat onze wapens zijn. We gaan toch maar eventjes voor de bow and arrow, want... Bow en arrow zijn gewoon supergoed voor stealth. En er zijn een heleboel gemene mensen. Ja, die ons willen vermoorden. Dus kijk, bijvoorbeeld hier zijn al gemene mensen. Oké. Wat we dus moeten doen, we moeten een heel clean headshot dingetje hebben. Zo, we pakken hem snel. En dan pakken we hem snel er ook bij. Zodat hij zijn vrienden kan roepen. En hij heeft zijn vrienden geroepen. Dat is niet de beste manier ooit. Kom hier. Is die dood? Oké. Sterf. Ik ben nog niet de allerbeste in stealth. Maar dat maakt niet uit. Daar is er ook nog een motherfucker. Jij moet ook lekker doodgaan. Hier kunnen allemaal lekker... Oké. Hij gaat lekker daar naartoe. Oh, en jij bent ook nog in leven, jongen. Hoe kan dat, joh? Hey, ga nou eens even dood. Je verspilt mijn bow and arrow. Gast. Wat zeg ik nou? Ga nou dood. Hupsakee. Goed zo. Volgens mij hebben ze al hun vrienden geroepen. Wat niet het allerbeste idee ooit is. Hey, meneer. Raad eens. Sterf. Goed zo. Dank je. Had ik nodig. Oké, dan kunnen we nu even lekker verder. Kijken of ze nog wat loot hebben. Want dat is altijd lekker. Even kijken. Wat pijlen. Wat selfies. Dat is altijd goed. Want dan kunnen we dingen upgraden. Oeh, ik hou van dingen upgraden. Oh, deze gasten, we zitten blijkbaar vol. Nee, we gaan gewoon verder. Vorige aflevering waren we hier gebleven. En ik moet zeggen, de eerste aflevering staat online. De andere afleveringen die ik heb opgenomen staan nog niet online. Op het moment dat ik het nu opneem. Maar voor op het moment dat jullie het zien, staan ze natuurlijk. Hey, wel online? Oh, find her. Holy fuck. Ze willen ons allemaal vermoorden. Holy shit. Oké, waar moet ik naartoe? Wacht. Ik weet al. We moeten eventjes dit ding in de fik steken. Waar is vuur? Vuur. Toch? We moeten dit in de... Ja, oké. Wacht. Ik weet al. Dat was echt compleet daas. Wacht even. Zo. Wat? Oké, nou, dan pak ik jou maar. Ik dacht, ik moet dat dingetje zelf doen. Maar dat maakt niet uit. Vorige aflevering. Ja, waren we hier. En de eerste aflevering is goed ontvangen. Dus dat betekent dat jullie dit gewoon een leuke serie vinden. Ben ik heel blij mee. Ik vind dit namelijk zelf ook een hele leuke serie. En ik kan niet wachten om hier veel meer mee op te nemen. Oké, we moeten heel erg sneaky zijn. Want we willen deze gast rustig doodmaken. Sterf, meneer! Allemaal dood. Oké, dood en verderf. Oké, dat is helemaal goed. En natuurlijk het speel pakken. En dan heel erg stilletjes snel naar hem toe. En sterf! Vermoord worden met een bijl en boog. Dat is natuurlijk het allerbeste van de wereld. Weet je, vermoord worden terwijl je het zelf niet ziet. Dat is echt de kutste manier om dood te gaan. Nou, eigenlijk technisch gezien niet, want je ziet het zelf niet. Dus dat is geen heel erg slecht idee. Oké, wat we dus gaan doen. Hij gaat die kant op. Hij is daar. Ik denk niet dat ik hem kan vermoorden zonder dat ze me gaan zien. Misschien kan ik dat wel. Ik kan proberen. Oké, die is dood. Die is dood. Oké, goed. Ze hebben niks in de gaten. Dat is mooi. Oké, terwijl hij dan zichzelf gaat omdraaien, dan pak ik die andere gast. Ik vind het leuk, zo strategisch zijn. En dan hebben we genoeg tijd om hem te pakken. Oh, kut. Is hij dood? Ja, hij is dood. Oké, dat is mooi. Kijk, ik kan wel dingen in stealth doen. Oh, daar is je is. What the fuck? Ik dacht dat ik alles goed deed, maar blijkbaar niet. Oké, blijkbaar waren er nog meer. Maar oh god, oh, er is veel. Oké, dat is niet goed. We moeten hier snel weg zijn. Meneer, kunt u even doodgaan? Alsjeblieft. Oh god, dat was... Oké, doei. Oké, ik ga dood. Ik ga dood. Dat is niet de bedoeling. Snel, spul pakken. Ik moet altijd mijn spul pakken. En jij moet doodgaan. Sterf. Nu. Sterf. Oké, is die dood? Ja, oké, helemaal mooi. En dan pakken we nog even dit op. Spring, Lara. Nu. Waar gaan we het trouwens over hebben? Nou, weet je wat?
In deze serie maken wij best heel veel dingen dood. Niet alleen dieren. En niet alleen mensen. Maar voornamelijk gaan we toch wel dieren vermoorden. Voornamelijk gaan we mensen vermoorden. Maar ook hier en daar nog even een leuk dier, weet je wel. Want, weet je, dieren... Ja, ik moet toch wel kunnen eten, hè, jongens. Vergeet dat niet. Ik heb honger. Ik zit op dit eiland en ik wil gewoon eten. Dus, dan moet je wel een dier vermoorden. En zoals jullie een paar afleveringen geleden zagen, ben ik daar geweldig in. En aangezien het trouwens nu even warm is, neem ik even een slokje water. Water is zo geweldig. Want het is leuk en shit. En lekker om in te zwemmen. En om te drinken. Drink water. Is goed voor je. Hoe heet het? Nou ja, waar ik het dus over wilde hebben, zijn dierenfilmpjes. Dierenfilmpjes zijn fucking hilarisch. Ik vind het altijd zo leuk om gewoon te kijken naar dat soort filmpjes waarbij dieren gewoon gekke dingen doen. Of vooral filmpjes van katten en honden. Vooral als ze met elkaar in, als ze met elkaar in contact komen. Oh, er gaan allemaal mensen dood. Dit is misschien belangrijk. Oeh, Rolf, je bent echt een sterke motherfucker. I'm coming! Niet in de slechte manier, Rolf, Daddy Victor. Dit is echt super emotioneel. Ik ga zo meteen verder met mijn verhaal. En ik ga verder met een verhaal wat ik in de tweede aflevering zou vertellen. Maar toen heb ik het niet verteld. Of in de derde aflevering, sorry. Dat zou best wel handig zijn als je dat had gehoord, maar nee, niks. Wait, what are you doing? The wolves took my food pack. The transmitter from the lifeboat in it. If we don't get that pack, we're not getting off this bloody island. We hebben dat ding nodig, anders gaat alles verkeerd. Also in the pack. Shit. Exactly. Come here. Come on. Ja, kijk, het ding is dus, hij kan niet lopen. Wij wel. Dus wat wij moeten doen is, wij moeten helemaal alleen daar naar boven gaan. Zodat hij niet doodgaat en shit. Oh, don't do this to me, you northern bastard. You northern bastard. Nice, Lara. Nice. Even kijken, wat moet ik doen? Holy fuck, wat moet ik doen? Alles gaat dood. Ik kan mijn bent zelfmoord plannen. Wat? Nee. Dat moet je nu doen. Zelfmoord is niet de optie, tenzij het letterlijk de enige optie is. Maar zelfs dan is het nog steeds geen goede optie. Want weet je, zelfmoord plegen om... Ja, problemen. Weet je, problemen kunnen altijd opgelost worden. Zelfmoord niet. Dat is niet echt handig. Tenzij je videogame karakter bent, dan kan zelfmoord altijd opgelost worden. Behalve in Minecraft Hardcore. Wolf's howling in the distant. Ja, Lara. Je bent echt fucked up in de fucking problemen. Dit is niet goed. De laatste keer dat ik checkte was het niet echt handig om wolven achter je aan te hebben. Oeh. Nou gaat ze uit super skills gebruiken om achter de wolven aan te gaan. What am I doing? Nou, je gaat een vriend redden die ook een soort van je daddy figure is. Hij is gewoon daddy figure. Oh kijk, je ziet daar al een wolf zo staan van... Hey, hallo jongens, ik ben een wolf. Oh, en natuurlijk gaan we dit nog eventjes pakken. Oké, dan gaan we maar gewoon eventjes die kant op en dan leren wij klimmen. Klimmen is super handig en je leert klimmen op een best wel langzame manier. Ik heb daar een trucje voor gevonden. Hallo? Wij leren hier toch klimmen? Ik zou zweren... Wij leren hier klimmen. Ik weet het heel erg zeker. What the fuck? Ik ben bedrogen. Maakt niet uit. We gaan gewoon eventjes hier naartoe. En volgens mij moeten we dan hier naar boven parkouren. Wahoo! Oké, komt gewoon goed. Oeh, ik zie spul! Ik wil spul hebben. Dit spul is van mij. Ik hou van spul. Oké, dan leren we blijkbaar op een ander moment in de game klimmen. Maakt niet zo heel veel uit, want klimmen is best wel handig in deze game. Oeh, ik wil hier naartoe. Alleen dat kan nog niet, want ik moet daarvoor een speciale upgrade hebben. Er is spulbingen! Nee! Spul! En er is hier ook nog een portemonnee. Gaan we die ook nog even bekijken? Ja, erg nice. Oké, voor het geval je het wil lezen, kan je het lezen. Maar ik zelf heb er niet veel interesse in. Dus elke keer als ik zoiets pak, dan laat ik het eventjes openstaan voor de mensen die het willen lezen. En er is een motor buiten. Heel goed, motor. Ik ben trots op je. Het is echt heel erg handig dat je dat doet in de opname. Oké, waar moet ik heen? Oh, ik moet die kant op. Ik ga helemaal de verkeerde kant op. Er zijn meerdere manieren om hier naar boven te kunnen platformen. Wahoo! Maar goed, ja, dierenfilmpjes zijn gewoon awesome. Ik bedoel, het is zo grappig om dieren rare dingen te zien doen. Vooral panda's. Panda's zijn grappig als ze domme dingen doen. Nee, maar toch gaat mijn voorkeur naar domme dieren dingen
toch wel bij honden en katten. Want honden en katten zijn gewoon grappige beesten, vooral samen. Maar even... Oh, kut! Ik dacht dat ze dat ding zouden... Dit is geen Assassin's Creed, wat denk ik? Want in Assassin's Creed pak ze letterlijk alles. Oké, dit is niet de bedoeling. Ik moet die kant op, dus... Ja, dat kan ook natuurlijk. Ben ik nou mijn spul kwijt? Nee, ik wil mijn spul hebben. Nou... Is niet eerlijk, is mijn spul. Wee! En alles gaat kapot. Maar goed, ja. Weet je wat ik echt een van de grappigste filmpjes vind van dieren? Moet het toch wel katten zijn en water. Als je katten en water met elkaar mixt, dan krijg je geheid de beste fucking filmpjes ooit. Kunnen we hier echt niet naartoe? Hè, we moeten toch hier naar boven toe, of niet? Moeten we daar... dan leren we later blijkbaar klimmen. Oh, wacht, ik weet het alweer, sorry. Het is alweer een tijd geleden dat ik deze game heb gespeeld. Dus dat maakt toch niet uit, hè. Ik mag ook wel eens foutjes maken. Maar gewoon altijd... Je moet gewoon intikken. Cats en dan Bev. En dan bijvoorbeeld of water, cats en water. En je krijgt altijd de meest coole filmpjes die er maar te vinden zijn. Oké, ik neem even mijn torch mee, wat echt helemaal niet handig is. Technisch gezien is dit de eerste tombe, soort van. Maar toch ook weer niet. Het is geen echte daadwerkelijke tombe, maar... Oh, daar is de... Daar schrok ik echt oprecht van. Deze game die laat mij nog wel eens schrikken. Hallo, Wolfie! What the fuck? Waar ben je naartoe gegaan? Huh? Wat? Maar hoe? Hoe jij dit doen, Wolf? Hoe Wolf dit doen ding? Oeh, dit is leuk. Ik wil dit ding hebben. Dit is van mij. En dat moet ik ook blijkbaar halen. Wolvenfilmpjes zijn ook heel grappig als ze je niet vermoorden. Wat ze waarschijnlijk nu willen doen met mij. Dus we hebben nu de transmitter. Bring the transmitter to Roth. Oké. Cry for help. Komt helemaal goed. En raad eens wat er nu gaat gebeuren. Wolven. Maar goed, ja. Is altijd zo grappig om te zien hoe katten haten water. Het is gewoon grappig. Oh, dit zag ik totaal niet aankomen. Oh, motherfucker. Oh, ik word opgegeten door een wolf. Oh, shit. Quick time events. Quick time, bad time. Zoals de vorige aflevering. Maar hey, voor als positief ding, we hebben nu tenminste wolvenspul. Wolvenspul. Ik ga er geen enkel dood dier niet villen. De dieren zijn van mij. Nee, maar hoe heet het? Katten en water. Zo'n goede combi. Daar kan ik echt van genieten. Gewoon puur om te zien hoe die katten reageren op water. Het is best wel zielig voor de katten zelf. Maar kom op, het is zo grappig. Oh man, die katten vinden het is natuurlijk zielig. Maar hey, kom op zeg. Nou, dit was de bedoeling. Wat ook een ding is waar die kattenfilmpjes me aan doen denken. Dat is namelijk de Try Not To Laugh Challenge. Oh, ik heb zo'n hekel aan de Try Not To Laugh Challenges. Ik zie tegenwoordig ook zelfs grote YouTubers dat soort video's maken. Zoals Markiplier en Jacksepticeye. En elke keer denk ik zo van, is dit wat jullie kanaal is geworden, jongens? De Try Not To Laugh Challenge. Want eigenlijk is dat gewoon, je pakt een video van iemand anders. Je gaat erom lachen. En dat is dan jouw video met jouw hoofd erop. Het is gewoon echt heel erg debiel hoe populair dat is. Echt waar, ik heb er zo'n hekel aan. En weet je, als het een echte challenge was. Als ik zo'n video opzet van de Try Not To Laugh Challenge. Dan lach ik ook gewoon niet. Want ik weet gewoon, oké, ik moet niet lachen. Dat lukt best wel goed. Kip! Oh mijn god, dat was fucking close. Kip. Sorry Kip, maar je moest gewoon doodgaan en shit. Oké. Nou hebben we ook de first aid kit. En nou moeten we hem helemaal gaan helpen. En shit. Dus ja, try not to laugh challenge. Beetje een kut challenge. Maar hey, wie ben ik om te zeggen dat je het niet mag doen, hè? En nou komt het legendarische verhaal over Lara's borsten. Jullie weten waarschijnlijk allemaal wel waar ik naartoe ga. Maar Lara Croft, toen ze voor de allereerste keer werd gemaakt in een videogame, was het de bedoeling dat zij een independent woman was. Een woman, een vrouwelijk karakter, die echt heel veel coole dingen zou kunnen doen. Om te laten zien aan mensen, hey, weet je, Lara Croft is een vrouw, maar zij kan echt fucking coole dingen doen. En dat is belangrijk in het leven, dat je kan laten zien dat en mannen en vrouwen hele coole dingen kunnen doen. Heel goed voorbeeld daarvan is de originele Metroid game. In die game speel je de hele tijd als Samus. En je moet je bedenken, toen de eerste Metroid uitkwam, wist niemand
wie Samus was. Ze wisten alleen maar dat ene originele armor wat ze altijd aan heeft met haar laser blast. Dus de hele tijd spelen mensen over de hele wereld gewoon Metroid. En aan het eind van de game wordt gereveeld dat je de hele tijd dat hele gevaarlijke avontuur hebt gespeeld als een vrouw. Wat echt een geweldige plot twist is. En dat heeft Nintendo heel goed gedaan om te laten zien van hey, vrouwen kunnen ook dingen. Wel een beetje raar om tegelijkertijd haar dan in een string en een bikini te laten staan. Maar dat maakt niet echt uit. Er is een of andere easter egg waarbij je haar in een string en een bikini kan laten. Maar in de originele was het volgens mij dat ze alleen haar suit aan, weet ik veel. Maar het ding is dus, in die game, dat was trouwens ook de eerste game die echt speedrun heeft uitgevonden. Want hoe sneller je de game uitspeelde, hoe beter je het einde kreeg. Of zo, hoe naakter Samus was. Helemaal geweldig. Maar Lara Croft staat echt wel bekend om haar borsten, oké? Okay? Als er één ding is naast het hele Tomb Raider gebeuren waar zij onbekend staat, dan is het wel dat ze een sexy vrouw is met grote borsten. En je zou het misschien niet geloven, maar het is nooit de bedoeling geweest dat Lara een grote décolleté, hoe ze het ook wel eens heel erg fancy noemen, zou hebben. Het was letterlijk gewoon een foutje van de gamemakers. Want wat er was gebeurd, toen de game werd released, werd ontdekt. Het ging zo. De game was bijna klaar. En door een foutje bij de programmering waren de borsten van Laura, of Laura, wat de fuck, ik lijk me fucking niet Rick Broers. Of nou ja, niet Rick Broers, gewoon Rick Broers. Oh god, ik wilde dit de eerste serie maken waarbij ik niet hem zou nadoen. Maar ik moet hem wel nadoen, want dat is mijn doel. Yeah, dat was niet de bedoeling, fuck, oké. Okay. Kijk, wat de bedoeling eigenlijk is met dit, je moet gewoon zo heel erg langzaam klimmen. Maar daar heb ik geen geduld voor. Dus wat ik altijd doe, is gewoon zo springen en dan klimmen. Want dat gaat heel wat sneller. Dat doe ik altijd en het gaat gewoon veel sneller en het is gewoon awesome. En je zag daar dat Lara's ding in de lucht bleef. Oké, waar moet ik naartoe? Ik moet nu die kanten op, dat is heel erg mooi. Maar ja, dus er was een foutje gemaakt in de game, waardoor per ongeluk in het character model van Lara de borsten werden vergroot bij 2%. Nou ja, niet 2%, maar ze werden twee keer zo groot gemaakt. Per ongeluk. Het was allemaal ongeluk. Ik geloof nog steeds dat het eigenlijk één groot dat het eigenlijk één groot complot was van de Illuminati. Nee, maar het was serieus wel een ongeluk dat dat gebeurde. En de developers van de game hadden niks in de gaten. Dus toen de game werd doorgestuurd naar de mensen die de box art moesten maken, weet je wel. Want ik weet niet of dat tegenwoordig nog steeds is, maar als een game wordt gemaakt, dan wordt aan het eind van het maken van die game, of ergens halfwege of zo, dan wordt uiteindelijk de game toegestuurd naar de makers van de box art. En die maken dan de box art. En die namen dus de character model van die Lara Met de fucking, die maakte dus de box art met de met Lara Croft haar vergrotere borsten, weet je wel. En het was en de hele tijd had niemand iets in de gaten dat dat gewoon een ongeluk was geweest. Dat gebeurd was. En pas toen de box art werd gereleased en de game uiteindelijk uit werd gebracht, toen pas kwamen mensen erachter. Hey, volgens mij zijn haar borsten groter dan ze hadden moeten zijn. Oh man, oké. Oké, we moeten eventjes kijken hoe we dit gaan doen. Die gast gaat daar chillen. We moeten eigenlijk even wachten totdat ze klaar zijn. Het beste wat we kunnen doen is dat die gast eventjes zich om gaat draaien. Ja, dat is de bedoeling. En die gast draait zich ook om. Dan kunnen wij nu hier naartoe. Oh god, ze hebben ons gezien. Ja, dat is niet de bedoeling. Oké. Hé, meneer. Blablabla. Sterf. Oké, komt goed. Eventjes kijken, de bow pakken. Nou ja, ik wil de bow wel even. Nee, we pakken de bow wel. En dan, hij gaat daar naar boven. We moeten ze snel doodmaken voordat ze hun vrienden roepen. Wat ze waarschijnlijk wel gaan doen. Sterf. Oké. En jij gaat dingen op me gooien. Ja, dat is echt heel fijn. Oké, laat maar Nee. Deze kant op. Lara, doe even normaal. Maar goed, ja, dat is dus het legendarische verhaal van Lara's borsten. Het was allemaal één groot ongeluk of één groot complot. We zullen het nooit weten. Ik wil dit spul hebben. En nou gaat hij dood. Sterf! Bitch! Je bent van mij.
Geef mij je spul. Heb je mijn spul gegeven? Oké, dankjewel. Oké, nou gaan we verder deze kant op. Volgens mij moeten we... Nee, we moeten daar naar boven, joh. Oh. Ik maak altijd weer de fout hier zo. We moeten wel snel eventjes een kampvuur zoeken, want... Even kijken. Ja, moeten we eventjes snel kampvuur zoeken. Of we gaan nog eventjes snel terug naar beneden, zodat we kunnen opslaan. Want ik zit een beetje aan het schema. Ik ging deze aflevering 20 minuten maken. En op dit moment is die nu al meer dan 20 minuten. Nou ja, bijna meer dan 20 minuten. Eventjes dit zo laten staan, zodat jullie het kunnen zien. Is het nog hier ergens een geheim of zoiets? Of nee? Nee? Oh, jawel. Er is hier een geheim. Hey, daar is het geheim. Volgens mij is hij nu opgeslagen, neem ik aan, of niet, omdat we iets speciaals hebben gedaan, of niet. Nou ja, ik ga het er maar bij riskeren dat ik, weet je, dit is echt een fucking awesome shot hier zo. Ik ga het er maar bij riskeren dat de save data niet wordt opgeslagen. Dan speel ik later voor het opnemen van de volgende aflevering weer even snel terug. Dus mensen, vonden jullie deze weer leuk? Geef dan een like, abonneer zou ook wel leuk zijn. Ja, voor de rest, bedank maar de goden voor het foutje van Lars Borsten. Wat nou, heeft ze borsten? En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Hou je kat uit het water. Bye bye!